Hallo allemaal, elke wij nieuwe weekvlog. Ik ga bij jullie voor jullie een nieuwe weekvlog doen. Maar quarantaine dagen blijven gewoon. Maar de vlog gewoon op die dagen zelf. Maar er komt een nieuwe weekvlog aan. Let's get started. Ik ga vandaag bij de weer misschien wat opruimen, dus ja. En dit is mijn eten. Broodje met filet amurka. En caramel macchiato. En ik ga me nu boven verzorgen en aankleden en zo. En dan ga ik even een paar TikToks maken voor vandaag. En ik heb me verzorgd en ik ben echt zo fucking verbrand. Oh my god. I know. Ik was gewoon vergeten in te smeren. Oeps. Dit heb ik gewoon dit hele shirtje nog van gisteren. En deze korte broek. Mijn haar en een staartje. En nu ga ik TikToks maken voor vandaag. En ik heb TikToks gemaakt. En... hier komt de ene. Let's make the most of the night like we're gonna die. Get in, loser, we're going shopping. En ik wil nu eigenlijk zeg maar iets van mijn lades opruimen, want die zijn best wel rommelig. En ook met mijn wondjes en zo, die passen er bijna niet allemaal in. Dus ik ga even mijn lades opruimen. Ik laat jullie nu een before zien en dan after. Before. En after. Deze lades wel nog steeds vol. Maar ik heb mijn zwemkleding verhuisd naar de kast. Dus dit after. De zwemkleding heb ik hier en zo gedaan. En de sokken die ik nu wou. Alles ligt daar nou. Dus jas, en dit is het dan allemaal. En nu ga ik denk ik heel even rustig aandoen. En even die sokken ook dadelijk even. Wij gaan weer een even rustig aandoen, want ik heb het echt wel. Dus ik ga heel even onder wat drinken en heel even chillen. En kijken wat ik daarna ga doen. En hopelijk kunnen jullie horen, want mijn moeder is op de achtergrond iets in de tuin doen. En vanavond heb ik dus blijkbaar om 8 uur een wedstrijd. Of ja, oefenen voor de wedstrijd die we morgen om 8 uur 's avonds hebben op de zaterdag. Met 3 clubs. Ik hoop zo dat we gaan winnen. Als we niet winnen, ben ik toch trots op mijn club. Want we hebben wel geoefend en al. And they are my soulmates. Ik hou van mijn club. En ik hoop gewoon dat we echt winnen. Morgenavond dan. Maar dat zullen jullie ook wel zien en morgen krijgen jullie ook denk ik wel de uitslag te horen, dus ja. En ik heb net Instagram foto's gemaakt en nu wil ik denk ik even een buiten iets in de tuin gedaan. En nu wil ik denk ik even een nieuwe video opnemen voor zondag. En ik heb net wat in de tuin gedaan. Ik heb toch geen zin meer in, want ik heb echt pijn aan mijn poten. En ik heb niet, want zo'n soort mensen verdienen dat niet om gehelpt te worden. En ik heb iets anders aangekleed. En ik heb net gezien op TikTok dat het nou 3 jaar geleden is. En dat de bom en slang in mijn chat store was. Dus ik zat daar een video van. Kijk, ik kreeg al. Dus gewoon. Ik kreeg al galtraan in mijn ogen. Dat ik dat echt zo zielig vond ook toen bij mijn of mijn chest. 22 doden waren er toen gevallen. Nu ben ik dus alleen aan chillen. En gewoon even Netflix of zo kijken. Dus ja. En dit is mijn eten. En ik ga zo meteen trainen voor de wedstrijd die we mogen hebben om 8 uur 's avonds. Met de club. En ja, daarna ga ik gewoon denk ik serie kijken of zo. I don't know. Dus ja. En ik lig op de bank, of tenminste hier de tv, met de deken op de koud. Ik ga serie kijken. En ik lig in bed en ik ben tv kijken, dus tot morgen. Ik ben bij een nieuwe video, of bij een nieuwe vlog van dag 2. Van de week vlog. Vandaag weet ik niet wat ik ga doen. Oh ja. Vanavond heb ik wedstrijd met de Star Stable Club. Dus dat ga ik sowieso doen. Of
verder weet ik niet echt wat ik ga doen. Gisteren had ik het laatste seizoen gekeken van Spangas. Dus nu is het of in september komt het weer, dus moet ik fucking lang wachten. 4 maanden bijna. Jeetje mina. Nou ja. Let's get started. En ik heb gegeten en nu ga ik mij verzorgen. En ik heb me verzorgd en ik heb gewoon een blauw t-shirtje aan een bandenlegging. En mijn haar in een staartje. En we gaan zo meteen naar de Hoornboulevard om iets te halen voor de douche. En ik ben nog altijd steeds verbrand. Oh, hier. En ik heb me aangekleed. Ik heb mijn Levi's truitje aan. En een zwarte broek en zwarte schoenen. Deze. En dat doet echt fucking pijn. Die bandje zit op dat verbranden. Ah. En nu zijn we onderweg. En mijn moeder is nu naar de winkel. Oeps. En ik zit in de auto te wachten. Maar de laatste tijd is echt mijn hele fucking lichaam. En mijn ogen ook die hele goed gaan slapen. Oh, en dus ga ik fucking therapie en moet ik met de bus naar huis. Ik hoop dat ik die bus haal, anders ben ik genaaid. Dus ja, moet ik een half uur wachten op de bus, maar dan loop ik gewoon. Ligt eraan hoe moe ik ben, anders zou ik gewoon op de volgende bus. Want ik ben nu ook echt bepaald moe en ik heb niet echt veel gedaan. En goed, dus echt serieus, mijn hele fucking lichaam. Mijn vriendin heeft me zojuist net gepraat voor een YouTube video. En nu gaan we naar huis. En ik ben thuis en ik heb mijn kleding weer aangedaan. Een tijgerbroek, blauw truitje aan mijn haar en een stem met een tijger elastiekje. En nu zit ik achter de computer en ga ik gewoon denk ik muziek luisteren of zo. Dit is mijn eten. Een kebab pauw en 2 broodjes met frikandel, 1 mayo en 1 ketchup. En ondertussen ga ik serie kijken op Zap. En ik heb net gegeten en ja. Nu ga ik YouTube-videos opnemen voor de komende dagen. En ik heb net met Sylvana gebeld en nu ga ik churros maken. I like it. Die zijn mislukt. En ik lig nu in bed. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Bye. Hallo ma, welkom bij dag 3 van de weekvlog. Vandaag weet ik niet wat ik ga doen. Nee, dat zien we gewoon wel. Dus let's get started. En dit is mijn eten. En mijn drink. Starbucks koffie latte. En nu ga ik mij verzorgen. En ik heb me verzorgd, ik heb gewoon mijn dit aan. En nu ga ik even een paar TikToks maken voor de dag. En nu ga ik denk ik met Black Widow bellen. En zoals jullie zagen had ik douche. En ik zat net te bellen met Black Widow en Daphne. En moest dat plannen doen. En nog met Michelle en Minecraft. En nu ga ik lasagne eten. En ik heb lasagne gegeten. Nu ben ik bloeden aan mijn tong. En de video voor woensdag is aan het uploaden. Maar als jullie dit kijken, deze hele weekvlog komt online op vrijdag. Dus ja. En dit ben ik nog aan het maken voor woensdag. Maar deze weekvlog komt al van vrijdag. Oh my god, ik had net de wedstrijd gehad van Stars tegen van de club. De jury was er weer niet. Dus hebben we alles opgenomen en daar naartoe gestuurd. Ik was wel excited en nervous, maar we did it. ATF is the best. En nu ga ik denk ik serie of zo kijken. Van ja, wat ik mee bezig was op Netflix, The 100. En ik ben boven en ik ga nog een serie verder kijken, The 100. En daarna ga ik slapen en dan zie ik jullie morgen bij dag 4 van de weekvlog. Bye. Tot morgen. Hallo ma, welkom bij dag 3 van de weekvlog. Vandaag weet ik niet wat ik ga doen. Nee, dat zien we gewoon wel. Dus let's get started. En dit is mijn eten.
En mijn drink, Starbucks koffie latte. En nu ga ik mij verzorgen. En ik heb me verzorgd, ik heb gewoon met dit aan. En nu ga ik even een paar TikToks maken voor de dag. En nu ga ik dan niet met plek weer doorbellen. En zoals jullie zagen had ik douche en ik zat net te bellen met Black Widow en Daphne. En ik moest dat plannen doen en nog met Michelle in Minecraft. En nu ga ik lasagne eten. En ik heb lasagne gegeten en nu ben ik bloeden aan mijn tong. En de video voor woensdag is aan het uploaden. Maar als jullie dit kijken, deze hele week vlog komt online op vrijdag. Dus ja... En dit ben ik nog aan het maken voor woensdag, maar deze week voorkomt al van vrijdag. Oh my god, ik had net de wedstrijd gehad voor het staalsteven van de club. De jury was er weer niet. Dus hebben we alles opgenomen en daar naartoe gestuurd. Ik was wel excited en nervous, maar we did it. ATF is the best. En nu ga ik denk ik serieus kijken van ja, wat ik mee bezig was op Netflix, The 100. En ik ben boven en ik ga nog een serie verder kijken, The 100. En daarna ga ik slapen en dan zie ik jullie morgen bij dag 4 van de weekvlog. Bye, tot morgen. Hallo allemaal en ja, welkom bij dag 4 van de weekvlog. Vandaag ga ik denk ik bakrecepten uitzoeken. Ik wil zaterdag gaan bakken. Maar ik ga ook dat tie-dye taart maken. Maar ik ga nog verder kijken. En morgen ben ik op therapie trouwens. Misschien ga ik vandaag mijn nagels lakken. Maar dan doe ik zeg maar geen nep nagels op. Maar gewoon op mijn nagels lakken. En als ik mijn hand bijwerk en zo. En YouTube video's gewoon opnemen. Dus ja... Let's get started. En nu ga ik mijn eten maken. En dit is mijn eten. Banaan, uien gehakt, broodje uien gehakt en caramel macchiato van Starbucks. En ik heb net gegeten en nu ga ik mij verzorgen. En ik heb me verzorgd, ik heb een Adidas t-shirtje aan en mijn broek. En hier liggen al mijn t-shirtjes van. Ik ga een YouTube video opnemen. En dan ga ik zien, ja. En nu moet ik wachten op mijn moeder, want ik was net met de bus gegaan. En nu moet ik wachten. En ik ben al een tijdje thuis en ik heb me geswitcht naar mijn mond, want ik heb echt super koud. En nu ga ik recepten uitzoeken voor de taart, want ja, ik ga in het weekend misschien bakken. Dus ja. En ik heb net gegeten en nu ga ik denk ik serie kijken. En nu heb ik lekker ijs. En ik heb net de hele tijd met een vriendin lopen bellen. En nu... Lekker in mijn bedje. Lekker onder dik, want ik heb een fucking koud. En ja, nu was ik te snel met mijn vriendinnen bellen om Roblox te doen. Dus ja, en morgen moet ik weer naar therapie. En moet ook naar de tandarts, want daar heb ik geen zin in. Dus ja, tot morgen. Welkom bij de weekvlog van dag 5. Vandaag moet ik op therapie. Om 2:30. En om te terug moet ik met de bus en moet ik hem opbrengen. Sorry. Let's get started. En nu ga ik mijn eten maken. En dit is mijn eten. Nu ga ik mij verzorgen en daarna naar de winkel. En heel misschien ga ik dat kopen of wat pakken. En dit heb ik aan in... jasje met mijn Adidas t-shirtje en deze zwarte broek en dan doe ik daar nog mijn witte schoenen erop aan en mijn haren gewoon los en ik zit nu te wachten in de auto op mijn moeder en ik ben thuis en nu heb ik lekkere vanille yoghurt en nu ga ik naar therapie. Ik heb de bus gemist dus ben al een kwartiertje lopen. Lekker. En ik heb rijst met saté gegeten nog en net heeft hij met Black Widow gebeld. En nu ga ik serie kijken op Netflix, op de tv, The 100. En dan zie ik je morgen bij dag 6. Tot morgen!
doe ik vroeg de voorlaatste dag. Morgen is de laatste dag. Mama's op mijn dag. Bij de tandarts gaan. Maar ik heb me ziek gemeld. Want die onreden. Die ik niet ga zeggen. En voorlopig wil ik ook niet naar de tandarts gaan totdat ik een ander heb gevonden. Dus ja, ik weet niet wat ik vandaag nog ga doen. Dus ja, let's get started. En nu ga ik mijn eten maken. En dit is mijn eten. En ik heb een verzorging en dit heb ik aan een zwart truitje. En gewoon deze legging weer aan mijn haar en een staartje. En ik heb net de hele tijd met Black Widow gebeld en van Roblox gespeeld. En nu ga ik misschien serie of zo kijken. En ik had me nog gedoucht en de hele tijd nog met Black Widow gebeld en Roblox gespeeld. En nu ga ik nog even serie kijken en dan ga ik slapen. Dus dan morgen bij de laatste dag van, ja, van de week, volgende dag 7. Hallo allemaal, welkom bij de laatste dag. Vandaag is het donderdag. En vandaag ga ik mijn moeder nu bij kopen voor mijn moeder. En misschien ook nog ergens eten of zo. Dus ja, let's get started. En dit is mijn eten, een zakbroodje met hagelslag en Starbucks caramel macchiato. En ik heb nog even een serie gekeken en nu ga ik mij verzorgen. En dit heb ik aan, een zwart t-shirtje met een rode blouse, zwarte broek en met de schoenen en mijn haren gewoon los. En ik heb net een TikTok gemaakt en die komt nu in beeld. En ook meteen van mijn broers home. En die ligt helemaal achterin. En nu gaan we naar huis. En op bezoek bij iemand. En nu gaan we naar huis home. En ik heb een broers home gekocht, zoals ik jullie zei. Dus hij komt nu in beeld hier van de foto. En we zijn net naar de winkel geweest. En ik heb wat meegenomen voor de bak. Kijk, ik wou eerst zo'n tie-dye taart maken. Maar dat is één ding niet voor wat er echt in moet zijn. Dus heb ik nou maar een chocolade, soort chocoladetaart. En met decoratie daarbovenop aardbei en poedersuikers. Dus ja. Yes. En ik ben thuis. En nu ga ik denk ik even chillen. Even kijken wat ik een spelletje doen. Want ik heb het begot. Het is aan warm. En ik heb wat anders aangedaan. Dit t-shirt en een zwarte legging. En nu ga ik weer verder met een serie kijken. En ik heb net runder salade gegeten. En goudballetjes in tomatensaus. En nu ga ik weer verder de serie kijken. En die heet The 100. En dan nou van seizoen 2. En ik heb wat anders aangedaan. Dit t-shirt en een zwarte legging. En nu ga ik weer verder met een serie kijken. En ik heb net runder salade gegeten en goudballetjes in tomatensaus. En nu ga ik weer verder de serie kijken en die heet The 100. En dan nou van seizoen 2. En ik ga nog even serie kijken. En ik lig lekker onder mijn dek, want ik heb het echt koud. I know, I'm a crazy person. En ik ben echt moe. Ja. Ik weet niet wat ik ga doen. Dus ja, ik schrijf weer deze mijn hele vlog af van de weekvlog. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. En volgende week pas weer een nieuwe weekvlog. Bye.